Kees van der Hoek van woonkwekerij J. van der Hoek en Zoon BV. 51 jaar en ik werk vanaf mijn 16e met mijn vader samen hier op het bedrijf. Ik heb dit dus de laatste 10 jaar overgenomen en volledig zelfstandig verder gegaan. We zijn begonnen als een heel gemeen bedrijf. Later steeds weer gespecialiseerd te coniferen in 3,5 liter pot. We proberen de laatste jaren dus minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken en minder meststoffen, milieuvriendelijker te kweken. Tot zover dat het lukt dat de laatste 5 jaar tijd ongeveer het bestrijdingsmiddelgebruik gehalveerd is. Dat vind ik zelf eigenlijk wel een behoorlijke goede ontwikkeling, laat ik zo zeggen. Wij zijn vanaf begin lid van de VOB. Toen waren we een erg gemengd bedrijf. Gedeelte potten, gedeelte van de grond, gedeelte heesters, buttenja, azalias, buxus, coniferen. En dat is helemaal veranderd naar volledig alleen coniferen. Volledig naar één potmaat om uit te leveren. Zelf verwacht ik richting de toekomst toch dat er meer naar groei gekeken wordt. Dat er meer milieubewust nagedacht gaat worden. Het enige wat moeilijk in te schatten is, is van de mensen die het druk hebben, wat gaan die doen? Maar zelf zie ik het voor de hele groensector positief naar de toekomst. Door gezinsomstandigheden, bedrijfsomstandigheden gaan we deze zomer niet op vakantie. We zullen dezelfde bedrijf zijn, misschien een paar dagen weg. De bedoeling is om in de herfstvakantie wel even een week volledig weg te gaan. Dat is eigenlijk de opzet.